Welkom allemaal. Dit is Miracles in Contact. Dat wisten jullie al, maar ik zeg het maar even voor degenen die online kijken. We hebben vandaag als spreekster, mag ik wel zeggen, Nicolien. Ze zit hier naast me. Ja. En de mooie spreuk: in mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid. Nicolien, mag ik jou het woord geven? Graag. Ja, dankjewel. Oh, het werkt meteen, hè? Volgens mij ben ik te horen. Ja. En thuis ook misschien? Ben ik bij de mensen? Ja, oh, ik zie allemaal duimpjes. Het is echt heel gezellig, hoor. Ik zie hier een heleboel mensen, dan zie ik daar een heleboel mensen en dan zie ik daar weer een heleboel mensen. Het is echt... Ja, nou ben ik ook nog zelf zichtbaar in beeld. Goh, nou, daar zijn we dan in onze verdedigingsloosheid. Fijn om deze middag samen met een cursus in wonderen door te brengen. Ik las in het allerlaatste stukje van de cursus een mooie definitie van verdedigingsloosheid. Daar wil ik even mee beginnen. En dat is notabene in het gedeelte ten geleide bij de Nederlandse vertaling. Dus het is gewoon een extra stukje. En dan staat er, de term verdedigingsloosheid wil niet zeggen passieve weerloosheid, maar de afwezigheid van de innerlijke behoefte zich te verdedigen, omdat men weet heeft van zijn onaantastbare onkwetsbaarheid. Een hele mond vol, ik ga hem nog een keer herhalen, want misschien dat hij niet meteen bij iedereen doordringt. De term verdedigingsloosheid wil niet zeggen passieve weerloosheid. Ik wil meteen toelichten, dat zou je het tandenpoetsniveau kunnen noemen. Hè? Het niveau waarop je zegt, nee, ik ga niet over straat lopen en als er een vrachtwagen aankomt, denken, ach, ik ben totaal niet kwetsbaar. Ik loop gewoon door. Niet zo handig. Dus geen passieve weerloosheid. Maar de afwezigheid van de innerlijke behoefte, het is kennelijk een innerlijke zaak, zich te verdedigen omdat men weet heeft van zijn onaantastbare onkwetsbaarheid. Nou, daar moeten we denk ik wel even wat langer bij stilstaan. Wat is die onaantastbare onkwetsbaarheid? Kennelijk heeft dat niet zoveel met het lichaam van doen. Want het lichaam, is je misschien al opgevallen, is niet onkwetsbaar. Dus als jij onaantastbaar, onkwetsbaar bent, dan ben jij niet het lichaam. Klopt? Ja. Dankjewel. Er mag gereageerd worden. Er mogen ook vragen gesteld worden. Het is een interactieve bijeenkomst, hè? Zoals altijd. Oké, dus het gaat niet over het lichaam. Het gaat ook niet over de persoonlijkheid, want die is ook kwetsbaar. Zo ervaren we dat althans. Dus gaat het over iets diepers. En nou lijkt het me zo fijn om deze middag te gebruiken om daar daadwerkelijk een ervaring mee te krijgen. De ervaring van die verdedigingsloosheid, de ervaring van die onaantastbare onkwetsbaarheid. Nou, dat doen we samen. Ik heb wel wat bedacht, daar niet van. Want de titel die Wiebe net voorlas, in mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid, die komt uit les 153. Maar er gaat een les aan vooraf, een stukje eerder, 135. En die maakt een soort opstap hier naartoe. Dus laten we daar beginnen. Als ik me verdedig, word ik aangevallen. Kennelijk heeft verdedigen iets te maken met aanvallen. Hoe kun je dat verstaan? Als ik me verdedig, dat wil zeggen, dit doe je wanneer je probeert de toekomst te plannen, het verleden te doen herleven of het heden naar je hand te zetten. Nou, dat kennen we niet, hè?
Doen we nooit. Je probeert de toekomst te plannen, het verleden te doen herleven of het heden naar je hand te zetten. Dat is eigenlijk een verdediging. En dat, dan word ik aangevallen, staat er. Nou hebben we het opnieuw niet over het tandenpoetsniveau van agendabeheer. Als je hier op tijd wil komen, moet je op tijd van huis gaan. Moet je even in je agenda schrijven dat je gaat. En dat, je, hè, dat zijn de, zeg maar de praktische, daar hebben we het hier niet over. Maar op een dieper niveau kun je dus je afvragen van, ben ik de toekomst aan het plannen om iets te bereiken of iets te voorkomen? Ik wil bijvoorbeeld voorkomen dat ik me leeg voel. Dus ik ga mijn agenda vol plannen met afspraken. Dat is een voorbeeldje. Ik wil voorkomen dat ik ongelukkig ben. Dus ga ik proberen iets te bereiken door mijn toekomst te plannen en door het heden naar mijn hand te zetten. Dus ik ga zeggen, ik ben eigenlijk nu niet gelukkig. Op dit moment is er iets wat niet oké is en ik ga proberen dat te veranderen, nu. Ik ga daar wat aan doen. Dus niks mis mee. Ga je niet schuldig voelen als je dat doet. Maar merk op dat eigenlijk de verdediging tegen dit moment, tegen hoe het zich nu aan je aandient, eigenlijk een aanval is. Kan je dat volgen? De aanval tegen jezelf. Je zegt eigenlijk, wat er nu is, is niet oké. En ten diepste zeg je, zoals ik nu ben, is niet oké. En als we dat weer naar de cursus toe halen, dan zeggen we, oké, dus dat is onze dieperliggende, vaak niet bewuste, schuld die we voelen. We voelen ons schuldig, en dat is weer het bekende verhaal. Mensen die de cursus doen, kennen dit uit hun treuren. Ik denk dat ik me heb losgemaakt uit de eenheid. Ik denk dat ik me heb afgescheiden van God, liefde, eenheid. En daar voel ik me heel erg schuldig over. Vervolgens is deze les dus weer een herinnering eraan dat als we dat niet onder ogen zien, dat dat eigenlijk het enige probleem is, dat we denken dat we ons hebben afgescheiden, dan gaan we ons verdedigen. En dat is heel makkelijk als je denkt de persoon te zijn in een lichaam om dan iemand anders de schuld te geven. Dat is een verdediging. Maar als je goed gaat voelen, dan merk je dat dat eigenlijk een aanval op jezelf is. Je krijgt de schuld nooit helemaal bij jezelf weg. Is het ook al opgevallen? Je krijgt nooit helemaal het gevoel, als ik die ander beschuldig, die heeft het gedaan, die groep heeft het gedaan, daar zitten de boosdoeners, daar zitten de fouten. Je voelt je nooit helemaal onschuldig. Er zit altijd iets onder, omdat je stiekem weet dat het niet waar is wat je aan het doen bent. Dat je de eenheid eigenlijk nooit verlaten hebt en dat alles wat je probeert op een ander of op je lichaam of op je vermeende zelf te plakken, dat het niet werkt. Dat je het niet kwijt kan. Het is een soort lijm. Die schuld die blijft maar aan je kleven, zolang je denkt dat er schuld bestaat. Kunnen we hem nog zo bij de regering neerleggen, of bij andere groepen, of bij weet ik wie, we blijven ons schuldig voelen. En dan denken we dat het komt bijvoorbeeld door de dingen die we gedaan hebben. Maar dat is het niet. Want al zou je, en daar doen we allemaal ons enorme best voor, hè, om het allemaal goed te doen. Dan gaan we ook de cursus gaan we heel goed doen. Zodat we ons heel goed kunnen voelen over onszelf. Maar waarom blijft dan toch maar de hele tijd dat schuldgevoel hangen? Omdat we toch daaronder geloof hechten aan het hele idee van schuld. Dus als ik me verdedig, als ik mijn best doe om het goed te doen, als ik de schuld bij anderen leg, als ik zeg, oh nee, maar ik ben onterecht. Moet je eens kijken wat diegene over mij zegt. Bla, bla, bla. We verzinnen allerlei verhalen. Dan verdedig ik mij. Dan word ik aangevallen, zegt deze les. Dat gaat ver, hè? En wat is de zin die hier eigenlijk de duidelijkheid in zich heeft?
Niemand bewandelt de wereld in wapenrusting zonder dat doodsangst hem om het hart slaat. Laat het maar eens tot je doordringen. Eigenlijk, zolang wij ons identificeren met een klein ik in een lichaam, met een persoonlijkheid, ja, kunnen we eigenlijk alleen maar bang zijn, toch? Zolang we dat denken te zijn. Er is nog nooit een lichaam geweest wat het uiteindelijk redt, toch? Nog nooit. En wij maar onszelf verdedigen tegen wat dan ook maar. En nogmaals, we hebben het niet op het niveau, we hebben het niet over het niveau van ik trek mijn jas aan als ik naar buiten ga, hè? Dan verdedig ik me, dan bescherm ik me tegen de kou. Dat zijn gewoon de praktische dingen die we hier geneigd zijn te doen. Maar in de denkgeest die je bent, in je geest, waar merk je dat je jezelf verdedigt? Waartegen denk je dat je jezelf moet verdedigen? Dat gebeurt aan de lopende band als je gaat opletten. En wat is nou de truc, zou ik haast zeggen, van de cursus? Dat je dat wel opmerkt, maar het niet afwijst. Dus dat je iedere keer weer uitzoomt, kijkt naar waar je merkt in een verdedigingsgedachte terecht te komen. En elke verdedigingsgedachte die gaat over, die kan overal over gaan, hè? Maakt niet uit. Kijk ernaar en probeer het niet weg te krijgen, maar kijk van een afstandje en glimlach. En zeg, oh ja, 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 dat is wat we hier met z'n allen lopen te doen. Eti, graag. Oh ja, even de microfoon. Heb ik nodig. Tegen je kin aanhouden. Hou maar tegen je kin aan. Ja, gewoon zo, boem. Boom. Boom, ja, zo kunnen we je horen. Hallo. Hallo. Wat ik zo bijzonder vind, de laatste weken, ik ben goed ziek geweest. En dat is heel mentaal geweest. En dat uit zich nog altijd in het lichaam. Maar mentaal is er een wonder gebeurd. Ik ben door de bodem heen gezakt. En nu, in mijn oude, vorige handelingen, zeg maar, was het toch vaak dat ik achteraf dacht, Eti, je bent kapot, je hebt veel te veel gedaan. Dus daar waak ik nu over, omdat ik het weet dat me dat geen goed doet. Nu betrapte ik me de laatste 2 weken, omdat het me zo goed gaat, merk ik dat ik het toch weer instink. En al 3 keer heb ik gedacht, jezus, ik heb te veel gedaan. Oh, nou, daar moet ik op letten. Maar het wonderlijke is, en dat voel ik als hulp, nog geen uur later belt zo iemand af. En dan ben ik toch zo blij dat ik op die manier geholpen ben. Dus dat is toch ook een wonder? Ja, zeker weten. Want ik heb het zelf niet gepland. Ik heb aangegeven, het is te veel. Ja. Zo. Dankjewel, zeg je dan. Niet. Ja. Ja. Dankjewel dat er wordt afgezegd. Ja. Nu heb ik rust. Fantastisch. Middag heb ik dat voor mezelf alleen. Ja. Ja. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Weet je, elke gedachte, ik heb te veel gedaan, is eigenlijk al een aanvalgedachte. Hè? Maar het is ook tegelijkertijd totaal onschuldig om te zeggen, goh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in nog meer. Het is totaal onschuldig. En er wordt afgezegd en ik ben vrij. Ja. Ja. Dankjewel. We gaan nog een stapje verder, hè? Want het gaat tot nu toe over dat we erachter komen dat het lichaam lijkt te zijn dat verdediging nodig heeft. Maar dan staat hier, het lichaam heeft geen verdediging nodig. Het zelf, tussen aanhalingstekens, dat bescherming nodig heeft, is geen werkelijkheid. Oké, hoe kunnen we dit verstaan? We zijn dus kennelijk iets aan het verdedigen en proberen te beschermen wat niet werkelijk is. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad dat zelfgemaakte ikje.
Eigenlijk, zegt de cursus, jij bent die denkgeest die zijn bron nooit heeft verlaten. Maar je projecteert jezelf in een droom, in een droomfiguur. En die droomfiguur, die dat zelf, tussen aanhalingstekens, dat ikje, dat ga je dan lopen verdedigen. Logisch, want dat is super kwetsbaar. Dat wat werkelijk is, heeft geen verdediging nodig. Kan je die volgen? Dat wat werkelijk is, wat waar is, ja, hoe kan dat nou verdedigd moeten worden? En dan komt de mooie zin, verdedig het lichaam en je hebt je denkgeest aangevallen. Nou, gaan we ons weer met z'n allen schuldig zitten voelen. Dat is niet de bedoeling. Het enige wat we hoeven doen, is telkens dat stapje terug doen en kijken naar waar we proberen om veiligheid te vinden waar die niet te vinden is. Want dan kom je erachter dat je keuze hebt. Keuze of je nog langer door wilt gaan om veiligheid te zoeken waar die niet te vinden is. Want dan kun je de keuze maken om veiligheid te vinden waar die wel te vinden is. Daar staat ook een hele mooie zin over. We zeiden het al, hè? De denkgeest die plannen maakt, weigert al dus ruimte te laten maken, te laten aan verandering. Dus in het vast plannen maken om onze toekomst veilig te stellen, of om het heden naar onze hand te zetten, of om het verleden te laten herhalen, al dat soort pogingen om het naar je hand te zetten, zorgen ervoor dat je geen ruimte maakt. Geen ruimte voor verandering. Dat is wel te volgen, hè? Dan zie je dus niet dat hier en nu alles aanwezig is wat nodig is. Anticipatie speelt het geheel geen rol, want vertrouwen nu wijst de weg. We zijn nog steeds in les 135. Vertrouwen nu wijst de weg. Wat vraagt dat van je? Probeer eens nu voor te stellen dat jij al je verdedigingen zou laten vallen. Je beseft ergens dat alles wat je probeert te doen om je toekomst veilig te stellen, om het heden naar je hand te zetten, dat dat allemaal gedoemd is te mislukken. Probeer het eens voor te stellen. Dat mag je gewoon in dit hier en nu. Hoe voelt dat? Hoe ervaar je dat? Nee, ik ga niet de toekomst naar mijn hand zetten, want dat is gedoemd te mislukken. Dit heden ga ik ook niet veranderen, want het is zoals het is. En ik maak ruimte voor mijn innerlijke leraar. Dat woord hebben we nog niet eerder gebruikt, maar dat is denk ik voor de meeste cursusstudenten ook een bekende term. De innerlijke leraar, de Heilige Geest, Jezus, hoe je het maar wil noemen, God. Dat stuk in jou wat weet heeft van waarheid. En daar maak je ruimte voor. En die ruimte komt pas op het moment dat je stopt met je verdedigingen serieus te nemen. Die verdedigingen komen wel langs in je hoofd. Goh, moet ik nou morgen dit of morgen dat? Er komen allerlei gedachten langs over de toekomst en het verleden en het heden, maar je hoeft ze niet meer vast te pakken. Je zegt gewoon, oh ja, ondertussen kan ik ruimte maken voor, en dan staat hier, vertrouwen nu. Nou, daar zijn we wel in geïnteresseerd. Ine. Ja, ik had daar net wel een... Is dit dichtbij genoeg? Ja. Ja. Ik had daar net op weg hierheen had ik daar een ervaring mee. Ik had een tijdje geen auto meer gereden. En nu ging ik dus in de auto hier naartoe. En toen was ik net aan het rijden en ik voelde me zo kwetsbaar. Want het was best wel druk op de weg. En ik zag echt alle auto's als een soort, nou, losstaande... Potentiële gevaren, zeg maar. Ja.
Terwijl ik toch ook de ervaring heel erg ken van dat je gewoon in een soort van stroom zit met je auto. En dat eigenlijk gewoon vanzelf gaat. En ik vond dat... Dus dat relateer ik een beetje aan wat jij nu zegt. Dat ik dus heel... Ik zat in de auto en ik dacht... Goh, ik zit wel heel erg met mijn ego achter het stuur, lijkt wel. Ik ben zo angstig. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja. Maar ja, als ik nou de Heilige Geest erbij roep... wat voor verschil geeft dat dan? En hoe... hoe stap ik eigenlijk dan, zeg maar, eigenlijk soort van ga ik in de passagiersstoel zitten. Ja. Maar ik ben de enige in de auto, dus laat ik dat vooral ook niet doen. Ik zal het stuur toch maar vasthouden. Een beetje in de war was ik. Ja. Ja. Dus, en dat kwam eigenlijk ook niet echt goed. Dus ik kwam hier ook soort van nog steeds angstig aan. Dus, mm-hmm. Ik wil best die oefening daarbij doen om op de terugweg wat meer te kijken. Ja. Hoe dat is. Ja, dat is mooi. Maar het is ook een heel mooi voorbeeld waarbij belangrijk is dat je begint met je gevoel er te laten zijn. Hè? Oh, ik voel me bang. Oh, oké, ik voel me bang. Dat is namelijk een wegwijzer. Als die angst zo snel mogelijk weg moet, of wat voor gevoel het ook maar is waar je geen zin in hebt, dan gebeurt er eigenlijk niks. Dan ontken je het of dan ga je stoer zitten doen. Maar puur en alleen zeggen, ja, ik voel me bang. En heel mooi hoe je dat zegt. Ik zie eigenlijk de wereld als allemaal fragmenten die mij eigenlijk kunnen kwetsen. Zo kijken we inderdaad vanuit het ego. Dat is precies wat we doen. Misschien heb je in het moment dat je dacht, de Heilige Geest vragen. Ja, maar ja, ik moet toch wel sturen. Ja. Dat is toch wel een lastige. Heb je misschien gedacht dat... Als jij de Heilige Geest vraagt, of je innerlijke leraar, om met jou te kijken, dat je dan in je handelingen iets anders zou gaan doen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je blijft gewoon met je voeten op de pedalen en met je handen aan het stuur. Het lichaam blijft gewoon doen wat het doet, maar in je geest maak je iets anders mee. En dat is leuk voor de terugweg inderdaad. Ja, om dat te gaan oefenen. Nu we het er zo over hebben, realiseer ik me dat ik me ervoor schaamde. Ah. En dat voel ik nu pas, dat ik denk, oh, het was een soort schaamtegevoel. Van, en dan mag het niet. Nou je rijbewijs, kom op. Ja, en dan mag het niet. Ja. Ja, en dan moet de angst zo snel mogelijk weg. Ja. Dus dat is een heel, dankjewel voor het voorbeeld. Want dat is wat we vaak doen. En dan krijgen we de... stappen van vergeving, die kennen we denk ik ook vanuit de cursus, die krijg je dan niet gedaan. Dan blijft het hangen in, oh, ik voel me bang. Nou, dat is belachelijk. Ik heb al heel lang mijn rijbewijs. Hup, weg ermee. En dan stopt het. Terwijl het een kans is, inderdaad, om je te openen voor, hey, er is angst. Dat betekent dat ik iets geloof wat niet waar kan zijn. Laat dat tot je doordringen, hè? Als ik angst voel, betekent dat ik iets geloof wat niet waar kan zijn. Alleen ik geloof het nu wel, dus ik hoef het nu niet weg te duwen. Ik hoef alleen maar om hulp te vragen. Wat geloof ik nu? Ja, dat ik een kwetsbaar lichaam ben, wat hier door allerlei andere auto's aangereden kan worden. Oké. En dan ga je toe naar, wil ik dat nog langer geloven? Is dat waar? En het antwoord wordt je gegeven. Ja. Dank je. Ja. Er is nog een vraag. Oh, en ook eentje uit de Zoom. Nou, doe eerst anders, Nicole. Hou hem goed. Nee. Oh. Maar, ja? Oh, op tandenpoetsniveau. Maar, yes. Ja. Op tandenpoetsniveau. Ja. Is het toch waar? Ja. Ik ben een lichaam en ik ben bang. Ja, klopt. Nee, je bent niet het lichaam, maar je hebt het lichaam. Daar is, op dat niveau is het waar. En kun je aangereden worden en dan kan het lichaam doodgaan. Om eventjes het doemscenario. Dat is zo. Gebeurt ook. Toch? En hoe kom ik van het tandenpoetsniveau naar een ander niveau dan? Erkennen dat je bang bent. Daar begint het mee. Erkennen dat er angst is. Erkennen dat zolang je je identificeert met deze droomfiguur, dat die angst er altijd zal zijn. En daar hebben we de cursus bij nodig.
erkennen dat je eigenlijk helemaal niet weet wie of wat je bent. Dat je dus in een identificatie zit met het lichaam, maar dat je daar gewoon keihard aan vasthoudt zonder dat je zeker weet of dat wel zo is. Want weet jij zeker dat jij het lichaam bent wat dood kan gaan? Is dat zo? Weet je dat zeker? Daar zit de opening. Daar zit de ruimte om te zeggen, als ik mijn ogen dicht doe, ik kan helemaal mijn lichaam ervaren. Ik kan mijn gedachten zien. Ik kan mijn gevoelens voelen. Maar wie is die ik? Dus het niveau waarop je eigenlijk een stapje terug doet naar je denkgeest. Kan je daar iets mee? Dat je besluit, alles wat ik denk te weten, ben ik bereid niet te geloven. Ik denk te weten dat als er straks een ongeluk gebeurt en mijn lichaam stopt ermee, dat ik er dan niet meer ben. Dat denk ik te weten. Daar hou ik aan vast en zo is het. Nou, de vraag is of je dat wilt geloven. Ja, de cursus geeft allerlei antwoorden hierover, maar het gaat er niet om dat je gaat zeggen, oh, het staat in dat blauwe boek, dus nu geloof ik dat. Nee, dat werkt niet. Maar je kunt wel ruimte maken voor, hey, ik geloof iets en weet ik eigenlijk wel zeker dat dat waar is. We lopen hier allemaal, wat ik zo net voorlas, hè, uit het begin van deze les. Niemand bewandelt de wereld in wapenrusting zonder dat doodsangst hem om het hart slaat. Join the club. We zijn allemaal op lichaamsniveau doodsbang als we denken dat te zijn. We ontkennen het, we negeren het, we poetsen het weg, we nemen een levensverzekering, we hebben een dak boven ons hoofd, we hebben vrienden, familie, we beschermen ons. Maar uiteindelijk gaat het toch niet werken? Laten we eerlijk zijn. Gaat toch niet werken? En godzijdank is er een andere manier om naar jezelf te kijken of om te ervaren wie je in wezen bent. Maar dat vergt inderdaad een stapje naar achteren doen en zeggen, oké, er zijn een boel gedachten in mij. Ja, hè, ik ervaar mezelf als deze persoon en ik ben daar heilig van overtuigd dat ik dat ben. En ik voel me uiterst kwetsbaar. Toch? Dat is dan de consequentie. Nou, kijk ernaar, dat is een gedachte. Dat is een gedachte die je kunt geloven. Of niet? Heb je daar iets aan? Dankjewel. Er was een vraag in de Zoom, volgens mij. Zullen we die, Ronald? Ik zag je al een hele tijd in beeld. Nou ja, eigenlijk de vraag hier vooraf. Volgens mij heb je het antwoord al gegeven. Maar ik zit nog zo in mijn eigen vraag dat ik niet alles heb gehoord. Ik worstel ook enorm met dat tandenpoetsniveau en het andere niveau. En dan met name nu er weer enorm veel coronamaatregelen op ons afkomen. Ja. Ik werk met een grote groep kwetsbare mensen. Dus je moet weer van alles regelen. En ik ga daar nogal krampachtig en angstig mee om, merk ik. Mm-hmm. Uit angst dat er iets fout gaat en ik ben verantwoordelijk. Wat ook niet klopt, maar zo voel ik het wel. Ja. En ja, dat is ook het tandenpoetsniveau en het niveau van de verdedigingen. Maar hoe ver ga je daar nou in mee? Wanneer denk je van, ja, maar nu is het klaar hoor. Ik vind daar mijn veiligheid niet. Dat weet ik wel. Hmm. Maar ik voel me toch genoodzaakt om dingen te doen, te regelen. Tuurlijk. Ja, zeker. Maar zeker. Soms gaat dat te ver. Weet je wat het korte antwoord is? Kijk van waaruit je de dingen regelt. En er zijn maar twee manieren. Angst of liefde. Ja, ik doe het vanuit angst op dit moment. Dat voel ik. Ja, en dan creëer je angst. Dat is geen schuldverhaal. Nee. Maar dat betekent dat je naar buiten kijkt vanuit angst. Angst, kwetsbare mensen ziet. Dat klopt ook, hè, vanuit angst zie je kwetsbare mensen. En de enige die op dat moment hulp nodig heeft, ben jezelf. Om weer terug te komen bij de liefde, bij je innerlijke leraar. Als je dat erkent, dat is zo simpel. Dan zeg je, oh ja, ik vergis me. Ik zie kwetsbare mensen en ik zie moeilijkheden en ik zie allemaal gedoe op me afkomen en ik ben verantwoordelijk. En als het misgaat, is het mijn schuld. Ja, daar is die weer. Schuld.
Dus dan weet je wie je aan de lijn hebt. En dan doe je echt een stapje terug. En dan zeg je, Heilige Geest, help. Ik wil deze dingen wel regelen. Ik wil mijn verantwoordelijkheid wel nemen. Want ik heb nou eenmaal een rol in deze setting. Maar ik wil hem vanuit liefde doen. En dan weet ik maar niet wat ik ga doen. Dat is wel wat wij vaak heel lastig vinden. Dat we denken, ja, maar oké, ik wil wel vanuit liefde, maar dan wil ik wel weten wat ik morgen moet doen. Toch? Dat ik gisteren ook een beetje van, ja, ik wil daar wel voor die groep gaan zitten, maar dan wil ik wel nu weten wat ik morgen ga zeggen. En dat gaat hem dus echt niet worden. Dus de persoon kan daar gefrustreerd door raken. Maar de Heilige Geest weet het echt beter. En dat is wat de cursus hierbij, zelfs bij les 135 al, vertrouwen nu noemt. Vertrouwen nu. Dat is het enige wat we, ja, wat ons echt op koers houdt. Mm. Dankjewel. En besef, je bent nooit schuldig. Nee. Wat je ook doet of laat, het kan gewoon niet waar zijn. Het is één grote vergissing dat wij denken schuldig te zijn. Dat plakken we vervolgens op alles wat we gaan doen. Oh, dan heb ik verantwoordelijkheid voor die mensen. En als dat dan misgaat, dan is het mijn schuld. Of wat het ook maar is waar je dagelijks mee te maken hebt. Ik rij in de auto en ik ben bang en dan ga ik me schamen. Of wat het ook maar is. Hè? Als er maar ergens schuld op geplakt kan worden. Maar het enige wat werkelijk helpt is zeggen, nou, ik stop ermee om daarin te investeren. Een vraag. Is het goed zo, Trude? Ja, dankjewel. Ja, ik kan dat allemaal wel volgen. Maar? Nou, ik vind het meest lastige ten aanzien van kinderen. Mijn kinderen. Ja, ja. Dus ten aanzien van de rest. Mijn kinderen. Doe ik nog Let op het woord, ja. Hè? Mijn kinderen. Ja. Ja, nee, tuurlijk. Snap ik. Ja, want dan heb je ook toch een opvoedrol, denk ik dan. Ja, en dus misschien is dat ook al angst. Soms, dat vind ik dus lastig. Ja. Ik zit met twee pubers thuis die de grenzen opzoeken van mij en van hun. Denk ik, ja, moet ik nou grenzen stellen? Is dat dan vanuit liefde? Is dat vanuit angst? Moet ik hen de ruimte geven? Maar ja, ze pakken de ruimte. Goed, dan wil ik niet weten wat allemaal eindigt. Ja. Ik vind dat wel zoeken. Ja, ja, dat is, nou, dat snap ik helemaal. Dat zoeken is, dat, laten we dat voorop stellen. Dat is, nou ja, iedereen hier die pubers kent. En we zijn er ook allemaal in geweest, denk ik. Je weet dat dat lastig is. Tegelijkertijd is dat ook gewoon wel weer een oefening in. Tikkie terug en beseffen dat deze pubers, deze kinderen, denkgeest zijn die op hun manier door dit leven gaan. En dat als ik zeg het zijn mijn kinderen, dat ik echt even moet oppassen en zeggen, nee, wacht even, dit zijn net zo goed denkgeesten als ik. Ik heb alleen nu een rol in deze droom om hun moeder te spelen. En een rol waarin ik zo goed en zo kwaad als het gaat, dat doe. Dus grenzen stel en zeg wat wel mag en zeg wat niet mag en probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar dat is de buitenkant. De binnenkant is het niveau waarop je zegt, en ik ga hier nergens een schuldverhaal van maken. Wat ik ook doe, ik maak ruzie met die kinderen, ik geef ze huisarrest, ik ben weer eens een keer lief tegen ze en dan weer eens een keer niet. Ik ben inconsequent, noem alles maar op. Dat doen we allemaal toch als ouders. En als kinderen trouwens ook. We doen al die dingen. Maar willen we daar een schuldding van maken? Want je krijgt het. Wie heeft hier perfecte ouders gehad? Thuis misschien? Die bestaan niet. Waarom niet? Omdat we met z'n allen in schuld geloven. En omdat we dan ons best gaan doen om dat te compenseren door een goede ouder te zijn. Maar de basisaanname klopt niet. Snap je? Als je schuldvrij bent, vreugdevol leeft, liefdevol bent, weet dat je liefde bent, heel en compleet, dan ga je met die kinderen om, zoals je ermee omgaat. En niets of niemand maakt daar iets van oh, dit heb ik verkeerd gedaan, of oh, dit heb ik goed gedaan. Het kan wel zo zijn dat je terugkijkend zegt, nou, dat wat ik gisteren deed,
Nou, had niet echt een schoonheidsprijs. Hoe zou ik dat nu anders willen doen? Maar omdat ik er geen schuldverhaal van maak, maar er gewoon eerlijk naar kijk, zeg ik van ja, ik zou het nu zo willen doen. Nou, gaan we eens kijken of dat lukt. En zo leer je dus ook weer als persoon. Maar zodra het schuldig is, ga je verdedigen. En zeg je, ja, maar die kinderen waren ook onuitstaanbaar. Ik moest wel. Bijvoorbeeld, hè? En dan is het alweer vastgezet in schuld. Dus ik weet niet of je hier iets mee kunt, maar... Het hart onder de riem is, uiteraard is het lastig. En tegelijkertijd, maak er geen mijn kinderen van. Tja. Weet je dat het ego dat heel slim heeft bedacht? We vluchten een wereld in en via ons lichaam komen er andere lichamen in de wereld. Hoe schuldig kun je je voelen? En via dat lichaam komt er weer een lichaam in de wereld. En dan zeggen we hartelijk gefeliciteerd. Ja, dat is ook leuk hoor, laten we vooral blij zijn met kindertjes die geboren worden. Maar vanuit de cursus gezien is het natuurlijk de perfecte methode om schuld door te geven. Ik ken mensen die zeggen, ja, mijn zoon is nu 34 en die zegt tegen mij, ja, het is dat ik nu in de goot ligt, dat is allemaal jouw schuld, want jij hebt me ter wereld gebracht. Tegen de moeder, hè? Dat is toch niet helemaal correct? Dat klopt toch niet helemaal? Kijk, je kunt de verantwoordelijkheid afschuiven naar je ouders, maar er is gewoon geen sprake van schuld. En dan kun je heerlijk delen en liefde uitbreiden. Beginnend bij weten dat je zelf heel bent en weten dat die kinderen heel zijn. En dat is de oefening. Hier nog een vraag. Is het oké zo? Ja? Speelt het proces van vergeving daar ook dan een grote rol in? De enige, zou ik zeggen. Kijk, als jij jezelf kunt vergeven voor wat je niet hebt gedaan. Oftewel, en wat anderen, dat er niemand buiten je is die iets heeft misdaan. Als je werkelijk het vergevingsproces voor alles hebt doorlopen en je zegt, ik ben onschuldig, maar ieder ander is ook onschuldig. Dan ben je een helend. Bedoel je dat? Ja. En eerlijk gezegd, zou dit aanleiding kunnen geven om te denken, dus ik ben er nog niet. Ik moet nog heel veel vergevingswerk doen voordat ik er ben. Dat is ook een ego-truc. Ja, je kunt nu zeggen, oh ja, nu, vertrouwen nu. En ik heb oneindig geduld met mezelf, want ik tuin er af en toe weer in. Ja, nou en net als iedereen. Maar er is iets wat weet dat het nu is. Dat vergeving nu is. Voor wat je ook maar doet en zegt en niet doet. Verder? Ah. Ik merk dat ik tijdens je verhaal steeds in iets terechtkom van... Ik ben al zo lang met de cursus bezig. Hè? En wat ik voel en wat ik nu voel, wat het mij geeft, ook weer dit verhaal, is dus dat ik me toesta dat ik me steeds weer vergis. Ja. Ja. Ik heb een soort streven gehad van nou, dat gaat op een keer over. Ja. Ja. En ik merk dat het, dat werkt niet. Nee. Er is echt iets van dat die twee niveaus. Ja. He, dat eigen niveau, dat blijft gaande. Ja. He, die kop, die houdt nooit op. Ja, ja. En moet dat. Hè? En tegelijkertijd is er die stilte. Ja. En ik merk dat ik dat zo prettig vind. Ja. Om steeds weer, want ik heb een partner in huis die me daar steeds aan herinnert. Niet in de zin van dat ik het goed doe, maar juist dat ik weer mijn fouten maak en mijn gedoe heb met haar. Ja. Ja. En zij is daar echt mijn leraar in. Ja, dat is zo fijn dat je met iemand bent die je constant weer wakker maakt. Ja, ja. Dat is, om te kijken wat je nog over jezelf gelooft. Ja, exact. Ja, ja. En dat ik weer kan voelen, oh ja, daar ging ik weer. Ja. En me dat toestaan en voelen van oké, zo is dat. Zo is dat. Dat is Frans die...
Die heeft zo zijn dingen. Ja, die heeft zo zijn dingen. En daar kan ik met liefde naar kijken. Daar kan ik met liefde naar kijken, ja. Ja, en dat, doordat jij dit nu deelt, wordt het ook gedeeld, hè? Merk je dat? Dat is zo fijn. Ja. Ja, ook die verdedigingsloosheid. Dat vind ik zo'n prachtig woord. Ja. Van, ja. Ik had mijn hoogste bod gedaan en ik wist niet beter. Ja, precies. Ja, en dan denk ik nog steeds. Hè, dat is zo'n hinderlijke gedoetje. Van nou, op een gegeven moment ben ik klaar hoor. En ergens gaat dat niet werken. Ja. Het hangt er vanaf wie je als ik ziet, Frans. Op een gegeven moment is het klaar, maar niet voor het ikje wat denkt dat het klaar moet zijn. Nee, dat is het. Ja. Nou ja, maar ik vind het een prettige gedachte. Ja. Om eigenlijk gewoon ook te voelen, ik ben gewoon mens met al zijn gedoe. Ja, nou in ieder geval, dat ik voel daarin wat je zegt, dat oneindig geduld met jezelf. Het geeft dat oneindig geduld met jezelf, dat geeft zo'n ruimte. Ja, dat is het. Zo van... ik los het niet op. Ja. Het is al opgelost. Ja. Dat is het. Ja, dankjewel. De microfoon gaat naar Catharina. Ja, want ik bleef een beetje hangen bij het woord vergeving. Vergeving, ja. En ik zou zo graag een ander woord daarvoor verzinnen. Oh, dat is je vergeven. Ja. Want ik moet altijd een vertaalslag maken in mijn hoofd. Hè? Dat is ook zo, ja. Er staan in de cursus heel wat termen waar we soms vertaalslag bij nodig hebben. Maar die staan er dus niet voor niks, kennelijk. Het fijne is dat we die termen kunnen gebruiken om erachter te komen wat we geloven over onszelf. Dus in dit geval zeg je, nou, het woord vergeving vind ik lastig. Als ik nou een ander woord heb en ik kan het vertalen, dan kan ik er beter mee uit de voeten. Maar wie is het die daar beter mee uit de voeten kan? Dat is die ene, ik zeg het even cru, die zegt, nee God, ik wil het niet op jouw manier, ik wil het op mijn manier. En dat is precies de oorsprong van ons idee dat we ons hebben afgescheiden van de eenheid. Eigenlijk voelen we ons daar zo schuldig over. Dus wat er zo mooi is aan te zeggen, oh, dat woord vergeving, dat roept iets op, daar word ik niet blij van. Aha, dus moet er een pareltje voor me in zitten. En ik ga het niet vervangen. Want dan ben ik dat pareltje kwijt. Ik ga ernaar kijken. Wat roept het bij me op? Nou, iets met... Zeg het maar. Nou, ik had zelf al iets verzonnen natuurlijk. En ik bedacht het mijn verlies nemen dat ik gelijk heb. Ja. Dat is voor jou de vertaling van vergeving. Ja. Je verlies nemen dat je geen gelijk hebt. Dat ik geen gelijk heb, exact. Ja. Ja. Want anders, maak zo mooi. Gauw de... Van God, er is dus kennelijk wel schuld wat ik iets moet vergeven. Ja, precies. Maar dat is het niet. Nee. Dat klopt dus niet. Er is een heel mooi, ik weet niet, dit is nog een oude versie van de cursus. Er zit een aanvulling bij, het lied van gebed. En daarin wordt ook heel duidelijk uitgelegd. In de nieuwere versies van de cursus zit het er ook bij. De aanvulling op de cursus wordt heel duidelijk uitgelegd. Vergeving. De oude betekenis van vergeving is vergeving ter vernietiging. Dat is niet waar we het hier over hebben. En dat is een beetje wat ik proef bij waarvan jij zegt, nou nee, dat niet. Ja, dankjewel. Oké, dank. Je hebt nog één. Je hebt je privémicrofoon. Doe maar. Ja? Naar aanleiding van allerlei opmerkingen dacht ik eerst, ik leg hem weer neer, weet je wel, dan had ik hem hier niet. Maar nu denk ik toch, ik wil het toch even kwijt. Ik als kind... weet niet waarom. We hadden een hele lange achtertuin, aardedonker. En als kind wilde ik altijd heel graag naar achteren als het donker was. Om te vertrouwen. En het was heel mooi. Ik was ook nooit bang later in het dorp en ik ging fietsen in het donker. Dus ik was niet bang voor dat soort dingen. Nu ging ik een vriendin bezoeken in Eiburg, waar ze van die parkeergarages onder de grond hebben. En dat ken ik uit mijn dorp niet. Ben ze wel eens tegengekomen overdag, maar 's avonds niet. Ik ging haar bezoeken omdat ze niet kon lopen en ik ging een hondje uitlaten. Toen ging ik terug en toen moest ik naar die parkeergarage. Normaal loopt ze even met me mee. Toen was je bang? Ik was hartstikke bang. Ja. Ik denk, en je dacht dat het kwam door die donkere parkeergarage? Ik dacht wel allemachtig. Ja. Ik vind het eigenlijk heel eng. Ja.
En toen dacht ik, en wat doe ik nu? Want ja. dit is wat ik echt voel nu. Ja. Ja. En toen dacht ik, heb ook verstand gekregen. En toen ging ik naar een jonge vrouw die me passeerde. En toen zei ik, hallo mevrouw, het is heel raar, maar ik ben een beetje een oud vrouwtje van 83. En ik ben ineens bang, voel ik. En toen zei ze, ach mevrouw, geef me een arm, dan lopen we er samen naartoe. Ze heeft gewacht totdat ik uit was. Ik heb zo'n cadeau gehad door te durven erkennen dat ik nu bang ben voor dat soort dingen. Nou, kijk eens even. Meer was het niet. De Heilige Geest wil je overal helpen als je maar erkent dat je hem nodig hebt. Haar. Dankjewel. Dankjewel. Helemaal mooi. Ja. Ja, dan moet ik gelijk denken aan een... wat ik wel eens vaker meemaak. Want ik fiets altijd. Dus ook als er laatst iets is. En dan ga ik dus in het donker naar huis fietsen. En het, dat vind ik soms niet zo prettig. Maar ik woon al verder van het centrum af. En toen ik dus nog niet zo ver van het centrum af, ging ik dus lopen. En soms ook door het plantsoen. En ik dacht, ik ben gewoon niet bang. Maar ja, ik was waarschijnlijk wel bang. Maar en dan kwam ik dus een groepje jongens tegen. Of een man alleen of wat ook. En ik heb een soort truc is het, dat ik dan vraag, kunt u me ook zeggen hoe laat het is tegen zo'n groepje? Of kan je zeggen, is het hier dichtbij, deze of die straat? En dan zijn ze vaak heel behulpzaam. Dus dat denk ik, ja, ik hoef er helemaal niet bang voor te zijn. Maar ik vind het een heel mooi voorbeeld wat je geeft. Je geeft eigenlijk het voorbeeld op het moment dat ik bang ben. Ja. Maak ik aan dat ik hier ben en zij daar. Ja. Dat is om bang van te zijn. Hè? En wat je dus eigenlijk doet is, je reikt uit. Ja, je maakt verbinding, je maakt contact. Ja. Wat het ook is, je weet al lang de weg, maar je zegt gewoon, hoe kunt u me de weg vertellen? Heel slim. Ja, en dan maak je verbinding. Ja. En dan daar kan het ego niet zoveel mee aanvangen. Ja, het helpt heel erg. Dank je wel. Ja. Mooi voorbeeld. Okay. Ja. Sorry, ik dacht, met die schuldig voelen. Je hebt iets stoms gedaan, hè? Iemand heeft daar last van. Sorry zeggen is toch ook, je voelt het gewoon zelf, dat je je had het gewoon niet moeten doen. Ja. Hè? En ik vind het ook fijn als anderen het zeggen, bijvoorbeeld. Ja. Maar een andere die weet dan gelijk en dan kan je soms ook nog even op praten. Ja, dat is ook altijd wel prettig, vind ik. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wil nog even iets voorlezen om verder te gaan met dat hele idee van het vertrouwen nu. Want dat is waar we aankomen. Hè? Op het moment dat we doorzien dat al die verdedigingen eigenlijk een aanval op onszelf zijn. Dus dan is het, hoe werkt dat met dat vertrouwen nu? Je vertrouwen nu in hem. Nou, dus moet je dan, of haar, hoe je het maar wil horen, je innerlijke leiding, is de verdediging die een ongestoorde toekomst belooft. Hey, er is dus toch zoiets als een verdediging. Alleen dit is de enige verdediging die je gaat helpen. Je vertrouwen nu in hem, in haar, in je innerlijke leraar, is de verdediging die een ongestoorde toekomst belooft. Zonder een spoor verdriet en met vreugde die gestaag groeit. Laat geen andere verdediging dan je vertrouwen nu de toekomst leiden. Allemaal nog les 135. Prachtig, hè? Laat geen andere verdediging dan je vertrouwen nu je toekomst leiden. Ik wil absoluut niet beweren dat voor het persoontje wat we denken te zijn altijd makkelijk is, maar op het moment dat je angst voelt, is dat dus eigenlijk een teken dat je op je kleine ik aan het vertrouwen bent. En dat er iets anders nodig is. En dan doe je die stap terug en zeg je, oh ja, ik was het weer even vergeten. Ik dacht dat ik alleen stond in een misschien wel vijandige wereld. Of een wereld waar moeilijkheden zijn. Of waar ik iets moet wat ik niet kan of durf of whatever. Dat is allemaal het vertrouwen op je kleine ik. En dan zeg je, oké, er is een ander vertrouwen nu nodig en mogelijk. Laat geen andere verdediging dan je vertrouwen nu de toekomst leiden.
dat wordt hier tot verdedigingsloosheid bestempeld. Nou, zullen we nu eindelijk doorgaan naar de les waar het eigenlijk om ging. In mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid. En vragen zijn nog steeds welkom, hè, als er iets of opmerkingen. Les 153, we gaan gewoon door. Daar komt die lange zin waar we nu ons in willen gaan verdiepen. In mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid. Nou, we hebben er natuurlijk al wat dingetjes van ontdekt, hè, daarnet. Dingen rondom wie denk ik dat ik ben? Wat denk ik dat ik moet verdedigen? Hoe zou het zijn? Probeer het eens je voor te stellen. Hoe zou het zijn om totaal verdedigingsloos in het leven te staan? Van binnen het besef te hebben dat er niks of niemand is waar je je tegen hoeft te verdedigen. Het kan zijn, als ik dat zo vraag, dat er allerlei gedachten opkomen van ja, maar dat kan niet, dit moet ik en daar moet ik en zus moet ik en zo moet ik. Laat dat maar gewoon komen. Laat dat gewoon opkomen, die gedachtes. Ja, dat kan toch zomaar niet. Dan gaat het mis. Hè? Stel, zou kunnen. En die gedachtes die nu opkomen, als je die hebt, van nou, dat kan zomaar niet. Dat noemt de cursus. Toch is een verdedigende houding een dubbele bedreiging. Zo, een dubbele bedreiging. Eigenlijk zeggen we dus dan, ik ben niet veilig. Ik moet mij verdedigen. Maar dat ik ben niet veilig is al een aanval. Is een dubbele bedreiging. Ik zeg eigenlijk, ik denk dat ik weet wat ik ben, namelijk een kwetsbaar lichaam. En nu ga ik dat proberen te verdedigen, proberen te beveiligen. Toch is een verdedigende houding een dubbele bedreiging. En dit is precies de truc die het ego met ons uithaalt. Zolang wij het ego op de troon zetten, zeggen we eigenlijk, ja, je hebt gelijk, ego, ik ben een individu en ik sta los van alle anderen hier en we zijn afgescheiden van elkaar en ik geloof jou. Dus nu ga ik aan het ego vragen, ja, en hoe nu? Ga me eens helpen. Help me eens even mezelf te verdedigen. En dan krijg je de tip, ja, zorg gewoon ervoor dat jij jezelf tegen alle anderen verdedigt. Zorg voor van alles en nog wat. Allerlei verdedigingen in jezelf. Nee, ik ga me niet verbinden. Ik ga me niet met anderen verbinden. Dat is gevaarlijk. Dat is de tip van het ego. Terwijl, als we echt naar binnen gaan luisteren, dan komt het alternatief weer. Verdedigingsloosheid is kracht. Ze getuigt ervan dat jij je ware zelf in jezelf herkent. Hier wordt het de Christus genoemd. Ja, het is maar net hoe je het wil noemen. Maar je ware zelf, één met alles en iedereen, hoe kan dat ooit in gevaar zijn? Hoe kan jouw ware zelf ooit in gevaar zijn? Vraag het je maar eens af. Daar wil de cursus ons aan helpen herinneren. En misschien dat het je, doordat we zo samen zijn hiermee, dat het je weer nog meer of opnieuw of hoe dan ook, je ervaring wordt van, ja, verdorie, ik kan niet in gevaar zijn. En dan de ik met een grote i. Je ware ik, je ware zelf. Hoe kan dat ooit in gevaar zijn? Een verdedigende houding is zwakheid. En dat is dan logisch, dat hebben we nu ontdekt. Als ik een verdedigende houding aanneem, zeg ik eigenlijk, ik ben kwetsbaar. Dus ik ben zwak. Als ik besluit dat ik niet kwetsbaar ben, ik besluit dat ik me open voor een heel andere ervaring, wat is er dan nog kwetsbaar? Wie of wat kan jou dan nog iets aandoen? Een slokje water. Ja.
Ik leer mezelf en mijn cliënten dat je je gedachten kunt richten op dat wat je wel wil in plaats van dat wat je niet wil. En in het begin van deze middag zeg jij, als alles nou eens helemaal oké is en alles wat jij bedacht hebt, in mijn geval, hè, Wend en ik wonen tussen de twee rivieren, laten we even wat hoger gaan wonen en in energiezuiniger huis, want dan betalen we minder gas en dan, hè, daar komt dan ook geen water, wonen we fijner. Ah ja, een soort moodboard maken we dan in onze mind. Als we dan toch bezig zijn, ja, ik wil volgend jaar meer internationaal gaan werken. Dus ik zie internationale projecten voor me. En dan zeg je, ja, maar als je nou van tevoren weet, alles mislukt, kun je dan oké zijn met wat er nu is. En ja, in dat moment lukt dat, hè? Ja, ja. Ik ben nou in mijn hoofd even aan het stoeien met, ja, het is allemaal oké. Ja. En daarnaast vind ik het heel leuk om nieuwe dingen te creëren. Precies. Kun je daar iets over zeggen? Ja, precies. Nee, dat zou je kunnen zien als twee verschillende dingen. En ik ben blij dat je het vraagt, want dat is de valkuil waar het ego je in wil trekken. Alsof er een onderscheid is tussen het aanvaarden van dit moment precies zoals het is. En doen alsof die gedachten die opkomen over een andere manier van wonen, wat er volgend jaar eventueel zou komen, alsof dat niet precies hetzelfde is. Dat kun je toch ook gewoon aanvaarden, precies zoals het is. Dus je hebt een moodboard en je bedenkt allerlei leuke dingen en dat hoort allemaal precies bij, ik accepteer. Want je doet het volgens mij met vreugde, als ik je goed versta. Je bent vol vreugde, ben je dat soort dingetjes allemaal aan het bedenken en aan het, dat komt bij je op. Kijk, het ikje zegt, ik bedenk dit. Maar dat is allemaal onzin, joh. Het zijn gewoon gedachten die bij jou komen. Ja, en in feite zeg je, in feite hoef ik het niet meer extra gas te geven door er een moodboard van te maken. Oh, zou je dat wel doen? Waarom niet? Kijk, het gaat er niet om dat je dat niet doet. Het gaat er ook niet om dat je dat wel doet. Het maakt helemaal niet uit. Maar de inspiratie geeft jou kennelijk deze informatie, deze drive, doe lekker. Waarom niet? Kijk, het ego maakt overal een dit is goed en dat is fout van. Zie je dat? Ja, maar als dit alles is en het is helemaal goed zoals het is, dan ga ik dus niet een idee volgen van volgend jaar. Nee, als het zo zou zijn dat jij denkt, als dat plan van volgend jaar, als dat niet gaat lukken, dan word ik niet gelukkig. En ik ben het nu niet en ik moet het wel worden. Dat is het soort verdediging waar deze teksten het over hebben, waar deze cursus het over heeft. Maar jij bent gewoon vol vreugde leuke dingen aan het doorkrijgen en aan het in de vorm zetten. Niks aan de hand, toch? Ja, dus je bedoelt in feite, weet je, het is oké en laten we eens kijken, wat is er nog meer mogelijk? Ja, en waarom niet? Het komt bij je binnen en ja, nogmaals, het ik zegt, ik heb dit bedacht. En waarom zou je dat geloven? Je kunt ook denken, oké, ik heb inspiratie en ik volg. Eigenlijk volg je je innerlijke leiding. En zo te horen, ben je in dit moment daar heel senang mee? Vind je het leuk? Ben je tevreden met wat er nu is? Je zit lekker en er zijn ideeën over vervolg. Dat is zo mooi dat in die, waar stond het in? Het vertrouwen nu wijst de weg. En juist dan kunnen er veranderingen optreden. Niet per se veranderingen in de vorm, maar misschien wel. Misschien zijn veranderingen in de vorm wel behulpzaam. En dan zit je ineens in Frankrijk of weet ik veel waar. Ik hier. Ja. Maar dat is niet van, ja, maar als ik daar zit, dan word ik gelukkig. Dat is de valkuil die het ego, weet je, dat is die worst die steeds voorhoudt, die maar niet dichterbij komt aan dat hengeltje. Van, het is nu niet oké, en ik ga iets verzinnen. Ja, weet je wat, als we nou volgend jaar in huis wonen met minder energiegebruik, dan komt het goed. Dan mag je je achter je oren krabben van, dan komt het goed, hoezo, wat is er nu niet goed? Dat is eigenlijk de truc die het ego met je uithaalt. Maar als jij gewoon lekker in inspiratie de volgende stap zet in je leven, ja, doe. Weet alleen dat het jou niet gelukkig maakt. Niets buiten je maakt je gelukkig. Niets. Innerlijke vrede is een ontegenzeggelijk een innerlijke zaak.
Dus hoe zou het zijn om werkelijk tot je door te laten dringen dat niets buiten jou, jou gelukkig maakt? En toch, Nicolien, toen jij ons in die oefening leidde van oké, alles mislukt toch, dus nou, doe het maar mee, hè, zoals het nu is, een beetje vrij vertaald. Ja. Ah, dacht ik, oh, ik hoef niks. Ja, oh, dat is ook lekker, hè? Rust. Ja, dat is ook zo. Is dat niet zo? Je hoeft toch niks? Wie moet hier iets, als je echt kijkt? Ja, want door al die dingen te willen, moet ik ook wel veel van mezelf kijken. Nou, acquisitie daar doen. Kun je dus de Heilige Geest lekker je de leiding geven en zeggen, joh, ik denk weer dat ik iets moet. Ik vergis me. Zodra het met moeite en pijn en gedoe, zeg je, oh, wacht even. Ik ben weer ikzelf aan het doen. Dat is onze valkuil. Dat is ons hele verhaal hier. Dat we zeiden, ikzelf doen. En dat breekt ons op. There must be another way, kwam toen. En er kwam dit. Ja, er is een andere manier. En die gaat vreugdevol en die gaat zonder moeite. En dat betekent niet dat je niet af en toe, ja, je inspant, maar dat is heel iets anders. Dat is als het ware niet tegen de stroom in zwemmen, maar met de stroom mee. Ja. Dus dank je wel. We hebben het er misschien nog niet heel letterlijk over gehad, maar dat is wel waar dit allemaal zijn beslag eigenlijk krijgt. Dat is dat hele idee van wie ben ik, hè? Zolang ik denk die persoon in die wereld te zijn, in dat lichaam, ben ik kwetsbaar, dat hadden we al ontdekt. En als ik me een stap terug doe en ik realiseer me dat er een heel andere identiteit is die ik ben, dan is verdedigingsloosheid ook veel logischer en makkelijker. En voel je je ook veilig. En dat noemt de cursus ook wel het aanvaarden van de verzoening voor jezelf. Het zijn ook weer van die woorden van je denkt, nou, aanvaarden van de verzoening. Maar het is eigenlijk niks anders dan aanvaarden wie je wezenlijk bent. Je identiteit aanvaarden. En wat ik er zo fijn aan vind, het moment dat je beseft dat jij dat bent, besef je dat iedereen dat is samen met jou. Dat niets of niemand buiten je is. Dus waar valt er dan nog tegen te verdedigen? Even een slokje. Dus in die zin komt de cursus in deze les ook weer helemaal samen bij de basis. Aanvaard je de verzoening voor jezelf. Aanvaard je wie je in wezen bent. En dat is de uitgang uit de hel, zou je kunnen zeggen. Klinkt een beetje dramatisch, het is het ook. Maar als je echt eerlijk kijkt, dan is de identificatie met je lichaam en met je persoon, ja, dat kun je toch niet echt anders omschrijven dan de hel, toch? Het gaat er allemaal aan. En wij maar ons best doen om het leuk te krijgen hier. En om hard te werken en goede relaties op te bouwen. En weet ik wat allemaal. We zijn er maar druk mee. En het houdt gewoon op. Waar doen we het voor? Nou, dat vind ik zo bevrijdend dan de cursus. Aanvaard de verzoening voor jezelf. En je staat, terwijl je dan nog steeds rondloopt in een lichaam, althans zo ziet het eruit, ben je wel in de wereld, maar niet van de wereld. Dus je hoeft je niet langer te beveiligen tegen wat dan ook. Je weet de dromer te zijn van die hele droom. Ik kan een voorbeeld geven. Op een gegeven moment, ruim een week geleden, werd iemand heel boos op mij. Ik had in eerste instantie de neiging om me te verdedigen. In mezelf te voelen, nou, wat onterecht dat diegene boos op mij wordt. Ze heeft helemaal niet in de gaten. Ze verstaat me verkeerd. Er is helemaal geen reden om boos op mij te worden. Bla, 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 ging het in mijn hoofd, hè. En ik realiseer me, ja, ik ben me aan het verdedigen. Dat eerst toelaten. Gewoon voelen hoe pijnlijk ik getroffen werd. De cursus vraagt je niet om je gevoel te negeren, hè? Absoluut niet. Begin bij dat gevoel.
begin bij het gevoel van, ik word hier afgewezen, ik ben onterecht beschuldigd, ik voel me naar en rot en noem het maar op. En dan kom ik uit bij de overtuiging. Wat diegene daar uitleeft, dat boos worden op mij, dat leeft eigenlijk in mezelf. Ik ben eigenlijk boos op mezelf dat ik iets doe wat een beetje raar is. Wat ik deed, dat doet er nog even niet toe. Ik wil het best vertellen hoor, maar het gaat erom dat die vrouw dus boos op mij werd en dat ik pas uren later me realiseerde, zij doet dat op mijn verzoek. Zij speelt de rol van de aanvaller. Ik kan dan de rol spelen van het slachtoffer. Oh, kijk eens wat ze me aandoet. Maar eigenlijk ben ik beide. Dat is wat ik bedoel met aanvaard de verzoening voor jezelf. Besef dat al die poppetjes in jouw droom, op het moment dat je iets met ze hebt, er gebeurt iets, ze leven iets voor je uit waar jij op dat moment geen zin in hebt. Dus ik wilde mijn schuldgevoel helemaal niet voelen. Ik ging dat onbewust bij een ander neerleggen. Zij ging boos op mij worden, waardoor ik mijn schuldgevoel zogenaamd kwijt was. Het werkt niet. Nu kon ik zogenaamd boos op haar worden, dat ze zo boos werd. Weet je, zo kun je dus schuld- en aanvalsspel met elkaar gaan spelen. Maar wat zo fijn is aan het doen van de cursus en samen daarin ook zijn, is dat je dan kan zeggen, wacht even, hier gebeurt iets geks. Zullen we samen kijken? En soms doe je dat alleen, en soms doe je dat samen, en soms doe je dat juist met iemand anders, die niet, hè, waar je je niet aan hebt lopen ergeren of wat dan ook. En ik kwam er echt op uit, oh ja, ze doet dat op mijn verzoek, omdat ik me eigenlijk schuldig voel voor wat ik heb gedaan. En dan weet ik weer, oh nee, dat is niet waar. Ik voel me eigenlijk schuldig voor wie ik denk te zijn. Het is veel dieper. Ik doe het nooit goed. Vanuit het ego gezien. Er valt altijd wel wat op aan te merken. Vanuit het ego gezien. Het gaat nooit wat worden. Vanuit het ego gezien. Toch? Dus dat is het heerlijke aan de cursus. Je mag, wat Frans ook zo mooi zegt net, je mag ophouden te proberen jezelf te verbeteren. Oh, wat een zegen. Toch? Het is toch een enorme opluchting. Op het moment dat jij je niet meer hoeft te verbeteren, is het eigenlijk ook weer, ik aanvaard de verzoening voor mezelf. En kan ik ook zien dat ik anderen niet meer ga zitten verbeteren. Of hopen dat zij beter worden of veranderen. Want ze zijn deel van mijn droom. Ze leven gewoon een andere rol uit. Dat is een vraag. Ik moest steeds denken tijdens dit laatste stuk. Mm-hmm. Aan wat Jezus zo in de cursus zo nadrukkelijk aan de orde stelt met de kruisiging. Ja. Dat is natuurlijk ook rondom het begrip van verdedigingsloosheid. Totaal, ja. Ja. En het is, ja. Hij noemt het ook een extreem voorbeeld. Exact, ja. En dat vind ja. ik zo ja. bijzonder, hè, dat hij ja. Uiteindelijk heeft hij zich laten kruisigen. Maar dan niet vanuit, ik heb iets misdaan, nee. maar er is mij niets aangedaan. Juist. Juist. En dat vind ik zo, het is nogmaals zo'n extreem voorbeeld. Ja. En dan zegt hij ook, ja, het gaat mij niet om de kruisiging, het gaat om de opstanding. Juist, precies. He, dat het dat mij niks is aangedaan. Ja, bijzonder. Ja. En dat is, in die zin is hij zo een voorbeeld, hè, om wat hij daarin, dat reikt hij ook steeds aan. Zolang je nog vanuit het ego leeft, hang je aan het kruis. Ja, ja, dat is ook een mooie beeldspraak. Ja. Hij werd beschimpt, hij werd bespot, hij werd mishandeld, hij werd gekruisigd. En dat gebeurde allemaal aan zijn lichaam en hij verdedigde zichzelf niet. Niet omdat hij, en dan komen we weer terug op wat in het begin zo mooi staat, niet omdat hij, even kijken, zich passief weerloos opstelde,
maar omdat hij weet had van zijn onaantastbare onkwetsbaarheid. Ja. Want ze weten niet wat ze doen. Ja, Heer, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Zij denken dat ze mij nu aanvallen, maar dat kan niet. Ik kan niet aangevallen worden. Dus als er geen aanval mogelijk is, is er ook geen verdediging nodig. Ja. En dat hoeven wij gelukkig niet in dezelfde vorm per se allemaal te demonstreren. Maar wij hebben zo onze eigen vormen. Hè? We hebben onze eigen manieren om ons wel of niet te verdedigen en aan het kruis te hangen. Ja, ja. Nou, wat een gezellige middag zo, hè? Ja. Ja, ja. Even kijken. Wat zou hier nog... Oh ja, dit is een mooi. Verlossing kan worden gezien als een spel dat gelukkige kinderen spelen. Zie je, het wordt toch nog wel... Het wordt toch nog leuk. Een spel dat gelukkige kinderen spelen. Het werd ontworpen door iemand die zijn kinderen lief heeft. En die hun griezelig speelgoed, kruisigingen en zo, wil vervangen door blije spelen. Die hun leren dat het angstspel over is. Halleluja. Dat willen we, toch? Laten we alsjeblieft beseffen dat het angstspel over is. En als er angst is, probeer het niet weg te duwen, hè, nogmaals. Maar weet dat je op een ikje vertrouwt dat niet je ware zelf is. Elk uur vermeerdert onze toenemende vrede wanneer we eraan denken trouw te zijn aan de wil die wij delen met God. Oftewel, trouw te zijn aan je innerlijke leraar die vertrouwen nu onderwijst. Ja. Verdedigingsloosheid is kracht. Probeer eens dus in jezelf op dit moment te onderzoeken of dat ook is wat je nu ervaart. Of dat er iets anders opkomt op het moment dat je dit hoort. Verdedigingsloosheid is kracht. En alles is welkom, hè? Wat het oproept. Misschien roept het juist heel iets anders op. Iedere werkboekles is ervoor bedoeld om aan te kijken wat je nog gelooft over jezelf. En om niet heiliger te gaan zitten doen dan dat. Wat geloof je over jezelf? Wat kom je tegen? Welke blokkade wordt er aangeraakt op het moment dat er staat verdedigingsloosheid is kracht? Misschien kun je het onmiddellijk aanvaarden als de waarheid over jou. En dat zou je kunnen noemen als de aanvaarding van de verzoening voor jezelf. En zoals net in de zaal ook al mooi werd gezegd, vergeef jezelf de momenten dat je het weer vergeet. Dat is eigenlijk het beste wat je kunt doen. Want we vergeten het wel eens. Heb jij een microfoon? Is het niet het gevaar, Nicolien, dat het een trucje wordt? Ik merk bij mezelf van, dat je het heel gauw weg, noem het dan maar even, redeneert. Van, ik ben heel en compleet en ben de liefde zelf. Ja, dan wordt het een trucje. Dan wordt het een trucje als je het gewoon zo zegt, ik ben heel en compleet. Ik voel me eigenlijk rot, maar wacht even, hoe was het ook weer? Oh ja, ik ben heel en compleet. Dus dat rot voelen, dat... Dat schuif ik onder het tapijt. Dat is een trucje. En het werkt niet, hè? Nee. Wat werkt er wel? Ja, zorgen dat je bij je innerlijke zelf komt. Dus. Maar dat vind ik heel moeilijk. Zorgen dat je bij je innerlijke zelf komt. Laten we eens kijken. Het klinkt alsof je op zo'n moment, je bent niet in vrede, laten we ervan uitgaan dat je niet in vrede bent.
dan is er een soort herinnering van, wacht even, er is een manier om hier mee om te gaan. Ja. Nou, de eerste manier, dat trucje, dit is niet waar, want ik ben heel en compleet. Dat werkt niet. Dat hebben we alvast afgeserveerd. Dan zeg je, wat is er dan nodig? Oh, de besef dat er zoiets is als een innerlijk zelf. Dat ik daar terecht moet komen, zeg je. Mm-hmm. Dat zou een nieuw trucje kunnen zijn. Maar hoeft niet. Het kan ook betekenen dat je op dat moment het bewustzijn hebt. Ik ben niet in vrede, maar er is iets anders mogelijk. Mm-hmm. Ik weet alleen nu nog niet hoe. Ik weet ook niet hoe ik daar moet komen. En voor mij geldt dat het geen trucje is als ik daadwerkelijk de stappen doorloop die er dan mogelijk zijn. Maar alleen als ik dat doe onder leiding van de innerlijke leraar. En zolang ik dat doe onder leiding van het ego, en dat merk ik als ik er een trucje van maak, als ik in mijn schuld blijf geloven, als ik denk het schiet toch niet op met mij, als ik, nou ja, dat soort dingen allemaal, dan werkt het niet. Maar op het moment dat ik me werkelijk overgeef en zeg, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar ik ben niet in vrede, dus ik moet de verkeerde keuze hebben gemaakt. En ik heb die keuze zelf gemaakt. Bladzij 91. We hebben van de week nog besproken. Die is gewoon hartstikke mooi. Ja, daar is die weer, hè? Ja, eigenlijk zijn dat de stappen van vergeving, maar dan wel volledig doorvoeld en gezet. Zullen we het gewoon eens doen? Ik moet de verkeerde keuze hebben gemaakt, want ik ben niet in vrede. Kan je dat dan onderschrijven? Het is heel eerlijk, hè? Er is een moment waarop jij zegt, ik voel me niet goed. Wat is het eerste wat je doet? Ja, en doe je dan ook niet op zoek gaan naar de oorzaak van dat gevoel? Ja, en dat ligt buiten je, hè? Die oorzaak ligt buiten je, toch? Nee, die is... Het weer is slecht, mevrouw doet niet leuk. Die is in mij. Oh, we beginnen even bij waar je echt begint. Ja. Daar begin je toch? Ja. Je begint met te zeggen, ik voel me niet goed en dat komt door iets buiten mij. Laten we eerlijk zijn. Laten we niet heiliger doen dan we... Dat komt door het slechte weer, door de omstandigheden, door wat ik in de krant lees, door wat ik op het nieuws zie, door wat mijn vriendin zegt, whatever. Toch? Daar begin je. Wees eerlijk. Ja. Dus als je dat erkent en je zegt, daar wil ik mijn gelijk. En als ik mijn gelijk wil, gaat het geluk er vandoor. Het gaat niet samen. Kan je die volgen? Oké. Maar die kan hardnekkig zijn, hè? Ja, het zal allemaal wel, maar ik heb wel gelijk. Het komt echt daardoor. Ik weet het zeker. Dan heb je even tijd nodig. En weet je, er staat ergens in de cursus, je bent goed in staat om pijn te verdragen, maar er is een moment dat het ook genoeg is voor je. Ik zeg het nu even in mijn woorden. Er is een moment dat je zegt, dit is helemaal niet meer te verdragen, deze pijn. Dit is... Ik zit hier maar met me gelijk, maar ik ben hartstikke ongelukkig. There must be another way. En pas op dat punt ga je hiermee aan de slag, hè? Eerder niet, hoor. Eerder blijf je lekker aan je gelijk vasthouden. Iedereen doet dat. Ik moet de verkeerde keuze hebben gemaakt, want ik ben niet in vrede. En sla die stap niet te snel over. Dat is echt een knieval voor je ego. Oh, verdorie, ik heb dat zelf gekozen. Ik heb zelf een verkeerde keuze. Ik heb de keuze voor het ego gemaakt. Dat is de oorzaak van mijn onvrede. Ik heb die keuze zelf gemaakt, maar ik kan ook anders kiezen. Hup, onder leiding van het ego zeggen we weer, ja, maar dat kan niet. Of dat wil ik niet. Of ja, maar dan moet je toch eens kijken wat er gebeurt. Dan kan ik toch niet voor vrede kiezen. Ben je nou helemaal? Dus kijk ernaar, maar ik kan ook anders kiezen. De derde zin, ik wil anders kiezen omdat ik in vrede wil zijn. Dat is zo'n gigantische stap. Ken je dat gevoel dat je van je gelijk naar je geluk wil? Ken je dat gevoel? Soms, ja. Ja, heel eerlijk. Het is een eerlijk antwoord, soms. Soms niet.
En dan gooi je die cursus in een hoek. Als het niet zo is, en dan zeg je, zie je wel, het werkt allemaal niet. Ik heb iets heel anders nodig. Dit schiet niet op. Voor mij is dit niet geschikt. Maar het is alleen maar niet geschikt, omdat je op die momenten zegt, ik wil me gelijk niet loslaten. En daar ben je totaal onschuldig mee. Moet je helemaal zelf weten. Het is gewoon helemaal oké. Okay. Brengt je alleen geen geluk. Nou ja, goed. Je hebt wel lekker gelijk, toch? Dat kan een tijdje lekker zijn. Wat er gebeurt op het moment dat je zegt, oké, mijn onvrede komt dus niet door alles waarvan ik denk dat het komt. Het komt door iets wat ik nu geloof. Dan is de ego het weer als de kippen bij om te zeggen, wat ben jij een sukkel, zeg. Wat moet jij je schuldig voelen? Dat het allemaal je eigen schuld is dat je je zo rot voelt. Dus, zegt de cursus, ik voel me niet schuldig. Want de Heilige Geest zal alle gevolgen van mijn verkeerde keuze ongedaan maken als ik hem laat begaan. Dit is ook weer zo'n belangrijke. Dus ben ik bereid om te zeggen, ja, ik heb hier zelf voor gekozen. Het is een vergissing, ja, oké. Ik ben niet schuldig. Nee, ik ben niet schuldig. En ik wil anders kiezen. Dat is een hele stap. Ik ben bereid mijn gelijk los te laten. Ik ben bereid me te openen voor iets anders. En dan zeg je, ik open me voor een andere stem, voor die innerlijke leraar. En die zal alle gevolgen van mijn verkeerde keuze ongedaan maken. En dat vind ik eigenlijk zo ontroerend, dat je niks zelf hoeft te doen. Je hoeft alleen maar je te openen en zeggen, doe maar. Kom maar, Heilige Geest, kom maar. Ik wil dit niet langer geloven. Ik weet niet hoe dan wel. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik zie het helemaal niet meer. Maar ik kies ervoor hem te laten begaan door toe te laten dat hij voor mij voor God kiest. Nou, hoef ik ook nog niet eens iets te doen. Ik hoef alleen maar toe te laten dat er voor mij, voor eenheid, liefde, God, noem het maar, gekozen wordt. Heb je al zin om het vaker dan soms te doen? Iedere keer dat je in onvrede bent, kun je dit doen. Kun je werkelijk met je aandacht naar binnen keren en zeggen, ja, hier ben ik weer. Hallo, hier ben ik weer met mijn gelijk en mijn onvrede en mijn rot voelen. Hier ben ik weer. Help. En ik laat jou begaan. Ik laat toe dat jij voor mij voor geluk kiest. Daar hoef ik zelf niks aan te doen. Ik laat het gewoon toe. Wauw. En gedurende dit weggetje wat je hier bewandelt, kom je er natuurlijk achter wat je over jezelf gelooft. Die overtuigingen die er onder die onvrede liggen, die komen wel aan het licht. En ga dan niet te nonchalant zo van, oh, dan heb je die weer, ik ben niet goed genoeg. Nee, echt, oh, ik geloof dus echt dat ik niet goed genoeg ben. En daarom ben ik bezig anderen of omstandigheden de schuld te geven van mijn onvrede. Wil ik nog langer geloven dat ik niet goed genoeg ben? Dat is een hele oprechte, eerlijke vraag die je kunt stellen. Nou, daar mag je zelf antwoord op geven. Heb je daar wat aan? Ja. Ik ben nog niet zo lang bezig met de cursus. Ja, dankjewel. En net wordt ook genoemd het hulpvragen. Ja. Mijn ego vindt daar van alles van. Kun je daar iets meer uitleggen? Hoe kan dat nou? Ja. Ja. Kun je daar iets meer uitleggen over? Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, wel grappig dat je zegt, mijn ego vindt daar van alles van. Je hebt inderdaad, volgens deze cursus, heb je eigenlijk altijd twee soort van stemmen in jezelf. De stem van het ego en de stem van de Heilige Geest, noemt de cursus het. Je mag het ook geloof in afscheiding en het besef van eenheid noemen. Maar het is maar net je kleine ik en je hoger zelf, zo kun je het ook noemen. Het komt erop neer dat deze twee denksystemen niet verenigbaar zijn. Je krijgt ze niet bij elkaar. Dat is wat we hier de hele tijd aan het proberen zijn. We proberen als het ware ons kleine ikje vast te houden met al zijn meningen en ideeën en overtuigingen. En toch ook te genieten van de vreugde en de vrede van de eenheid. En we krijgen dat niet bij elkaar. Rara, hoe kan dat? Dus
ergens is er in jou en in ons allen een roep om hulp allang is er al geklonken, heeft er al geklonken. De roep van, ik denk wel hier alleen en als individu hier op aarde rondlopen, maar er moet een andere manier zijn. Er moet alle problemen die we tegenkomen, alle ellende die we zien, alle wereldse taferelen, er moet een andere manier zijn om hier naar te kijken, om hiermee om te gaan, om dit te beleven. En dat is eigenlijk al de vraag om hulp die je dan hebt gesteld. Laat me dit anders zien. Ik denk te weten wat ik zie. Ik denk te weten hoe het in elkaar zit. Ik denk te weten wie de vijand is, wie het gedaan heeft. Schuldige, onschuldige. Ik denk het allemaal te weten, zegt het ego. Maar als je heel eerlijk kijkt, weten we het allemaal helemaal niet. En dan maak je ruimte voor die innerlijke leraar die jou een heel ander soort visie kan geven. Bijvoorbeeld, een concreet voorbeeld, als je zegt, ik zie bijvoorbeeld vanuit het ego, zie ik daders en slachtoffers. Hè? Dan zegt de cursus, of je innerlijke stem zegt, vanuit liefde gezien, zie ik alleen maar een roep om liefde, of een uiting van liefde. Ik zie mensen die in de war zijn. Die in de war zijn over wie ze zijn. Dus die hebben allemaal liefde nodig. Dat is een heel andere visie, een heel andere blik. En die wordt je aangereikt op het moment dat je ruimte maakt. Het is eigenlijk die zin die in de cursus ook voorkomt, van wil je gelijk of geluk? Daar komt het op neer. Kun je hier iets mee? Ja. Heb je nog een vervolgvraag? Nee, is goed. Genoeg. Voor nu even genoeg. Ik zie ook iemand op het scherm. Ja, Ronald steekt zijn hand op. Ik heb altijd een beetje moeite met de zin, ik aanvaard de verzoening voor mijzelf. Dan heb ik het idee, het is voor mij heel theoretisch en vooral dat ik heel hard moet werken. Terwijl die andere dingen, dat gaat vanzelf. Dus ik denk eigenlijk, het is waarschijnlijk precies hetzelfde waar ik al mee bezig ben. Maar kun je ook zeggen, ik wil de verzoening voor mezelf aanvaarden? Of is het echt zo van, het is zo stellig, ik aanvaard de verzoening voor mijzelf. En welke ruimte geeft het jou om te zeggen, ik wil de verzoening voor mezelf aanvaarden? Wat geeft dat jou? Dat ik bereid ben, maar dat ik niet hoef te aanvaarden of zo. Begrijp je? Dat aanvaarden. Ik Sorry. Dat ik bereid ben, dat ik bereid ben. Dus dat ik niet zelf iets hoef te doen. Het klinkt alsof je bij het woord aanvaarden, dat je denkt dat je iets moet doen. Ja, kunnen. Precies. Oké. Dus als ik jou een geschenk geef, dan moet jij iets doen om het te aanvaarden. Ja, dat is een hele mooie. Want als ik het geschenk is je al gegeven. Ja. Je verzoening is je al gegeven. Precies. Die is er al. Moet jij iets doen om het te aanvaarden? Nee, want die is er al. Die is er al. Ja. Die is er al. Ja. En dat heeft weer met het geven en ontvangen zijn in waarheid één te maken. Ja. Ja, ik snap het. Nee, maar het is mooi dat je het inbrengt. Want je kunt dus inderdaad denken, aanvaarden, dat is werken. Ja. Maar dat is een gedachte. Die hoef je niet langer te geloven. Nee. Ja. Ja. Maar ik heb ook altijd iets met, vooral vroeger met ontvangen, dat ik wel iets terug moet doen. Of zo. Aha. Ja. Aha, ja. Offeren. Ja. Het is echt een besef nu even dat ik denk, ja, dat is het. Hmm. Mooi. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hmm. Dat is mooi. Ja, waar dat aan helpt herinneren is inderdaad dat het ook weer bij dat eerste
gebed van ik laat toe dat hij voor mij voor God kiest. Dit is ook weer een vorm van toelaten. Het is alleen maar toelaten. Aanvaarden. Dat is eigenlijk mooi, hè? Is er nog een... Is het tijd? Oh, Wiebe wil een vraag stellen. Ja, ik heb al een microfoon. Dankjewel. Nee, het is niet omdat ik hier wil optreden, omdat de middag ten einde is. Niet het geval. Maar ik wil zelf even iets. Je vroeg net, wat komt er nou bij je op? En ja. Hoe meer tijdens de vragen en wat er volgt, het beeld dat bij mij opkomt is van dat jongetje dat op de fiets zit en als hij groter wordt, al de tegenwind krijgt en de kritiek en de commentaar. En mijn fietsen, jongen, dat is altijd meteen. Hetzelfde lekker meevindt. Dat kennen we ook wel natuurlijk. En het bewustzijn dat bij mij opkwam, vooral is, je zit eigenlijk achterop. Je zit achterop, je hoeft niet zelf te trappen en de dingen te wissen, de ogenschijnlijke, de moeilijkheden die je alleen maar bedenkt misschien of... Maar jij zit eigenlijk achterop en laat die man, in mijn geval daarvoor, laat die dan maar trappen. Dat is prima. En het moet ook gebeuren. Mm-hmm. We rijden straks allemaal weer naar huis. Of we reizen straks allemaal weer naar huis. Ja. Maar als je op stallers gaat zitten, en laat ik zo zeggen, je kunt het met... Wiebe kan dat met... En is het niet meer helemaal... Wiebe... Het uitzoomen. Het woord uitzoomen heb je ook een paar keer laten vallen. En als je dat doet, dan speelt zich dat allemaal. En dan begin je bijna aan te voelen dat het twee verschillende identiteiten zijn. Eigenlijk. Ja. Ja. Dat wilde ik even kwijt. Geen dank vraag, maar het is. Dat komt bij mij een inzicht. Ja. Ja. Ja, dankjewel. Nou, wat ik, ja, was het? Oké. Wat ik hoorde in mezelf, om het maar zo te zeggen, die verdedigingsloosheid is mijn kracht. Ja. En toen kreeg ik daarvoor stilte. En ik heb altijd een beetje een gedoetje daarmee, ook. Of nu niet meer hoor, maar wel dat ik het te eenvoudig vond. Ja. Ja, stilte, weet je wel. Stilte. Terwijl ik nu voel, ik ben thuis. Mm. Daarin. Mm. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Je bent thuis. Ja. Als je verdedigingsloos bent. Ja. Ben je in die innerlijke stilte of innerlijke vrede. Ja. Ja. Dat was het. Dankjewel. Ja. En als er geen stilte lijkt te zijn en het lijkt allemaal rumoerig en wat anders, dan ben je nog steeds thuis. Je bent het alleen even vergeten. Ja, dankjewel. Ja. Mm. Ja. Wie? Ja. Wat ik wel eens heb, dus als ik 's avonds in bed lig en ik kan niet direct slapen, dat ik dan weer van allerlei dingen door mijn hoofd gaan. En soms dingen die ik moet doen of die ik verwarrend vind of wat ook. Maar dan helpt het mij heel erg als ik gewoon... om een monden vraag. Hmm. En er komt een innerlijke stem, die komt soms al iets grappigs zeggen of iets nuttigs, van gaan naar een slaap of zo. Maar soms niks, maar dan denk ik, ja, heb ik het even gevraagd. En heb ik eventjes helemaal niks hoeven denken. Precies, je bent kennelijk getraind in het hulpvragen. En je daarvoor openen. Ja, en die training die werpt zijn vruchten af. Ja, dat is heel fijn. Ja. Dat geeft weer je innerlijke vrede terug. Precies, ja. Precies. Dat is het wonder, hè? Ja. Ja, dankjewel. Ik geloof dat aan die kant. Ja? Ja, want Frans begon over verdedigingsloosheid. En daar haakte ik ook, ik haakte daarvoor ook al in. Want ik dacht, verdedigingsloosheid is, daar voel ik ruimte. En daar ben ik ook thuis. Ja. Maar als er dan het woord kracht komt, dan ga ik vreselijk zitten nadenken. Oh ja.
Van dan moeten we weer wat voorstellen. En dan ja. Ja. En dan? Nou, hoe moet dat er dan uitzien? Dat is de vraag die dan opkomt. Ja. Dan ga je denken. Ja, hoe moet dat eruit zien? Ja. En dan komen er allerlei gedachten. Ja, over kracht. En dan over kracht. Ga ik helemaal zo zitten. Ja, rechtop zitten. Ja. 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 En dan ben ik kracht. Dan ben je kracht. En ja. Ja, dan weet ik het even niet meer. Nee. Ja, dat is wel mooi wat je beschrijft. Dat je eigenlijk door een bepaald woord getriggerd wordt om naar je denken te gaan. En in je denken zitten de antwoorden niet, lijkt het. Hè? Dan zit je in een soort poging om het te snappen of te zoeken. Of, eigenlijk is dat ook al een soort zoeken buiten jezelf. Ja. En vaak, prima, alsof, maar het levert niet zoveel op. Alsof het ergens aan moet voldoen. Alsof het ergens aan moet voldoen, ja. Ja, ja. Dan en dat haalt je onmiddellijk uit vrede. Dank u. Ja. Oh jee, ik moet ergens aan voldoen. Ja. Hm. Ja, dankjewel. Zie je hoe snel we dingen gebruiken? Dat is gewoon een soort gewoonte. Om ons weer in een soort denken te brengen. Of in onvrede. Of in, oh zie je, nou doe ik het niet goed. Of whatever. Terwijl, het zijn maar woorden. Hè? Ja. Ja. Het gaat uiteindelijk om de ervaring. Ja. Daar is. Hallo. Ja, ik had bij verdedigingsloosheid, dus kracht kwam bij mij gelijk op, mag ik dat vinden? Sorry? Mag ik dat vinden? Mag ik dat vinden? Mag ik dat vinden? Ja. Wat bedoel je met vinden? Mag ik dat zo zien? Mag ik dat zo zien? Mag ik dat zo zien? En voelen en ervaren? Ja. 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 En in de zin van, mag dat wel? Ja, mag dat zomaar? Mag dat zomaar? Mag ik dat zomaar? Ja, mag ik dat zomaar? Ja, ja, ja. Ja, en wat is je antwoord? Ik vind het moeilijk om daarnaar te kijken. Ja. Merk ik, ja. Hm. Ja. Ja. Ja, dat is een soort gevoel van, nou, maar dat anderen misschien, maar dat, is dat ook voor mij weggelegd? En heel erg een verleden zien van, daar heb ik toch zo hard voor mezelf moeten vechten en in de verdediging moeten zitten. Ja, precies. Ja. Ja. Een verleden zien waarin je zo hebt moeten vechten en in de verdediging moeten zitten. Ja. Ja, dat is, ik bedoel, wij kennen dat allemaal als we terugkijken in ons leven, denk ik. Dat we geloofd hebben, logisch. Ik ben een los afgescheiden individu en ik moet mij staande houden hier. Ik moet vechten, ik moet me verdedigen, ik moet. Ja, dat is een hele bekende, denk ik. En ja. De vraag is of je dat nog langer wil geloven. Mag ik? Nee. Nee. Nee, en dan is er dus ruimte om iets anders toe te laten. Ja. Ja. En daarom is het zo mooi dat je eerlijk zegt wat het bij je oproept. Want er is nog een oud verhaal wat zegt, ja, maar mag dat zomaar? Mag dit zomaar? Wat hier in de zaal ook gezegd werd, het lijkt wel te makkelijk. Het lijkt wel te makkelijk. Ik heb mijn hele leven lopen verdedigen en doen. En nou mag het ineens, mag ik zomaar, bij wijze van spreken met mijn handen wijd, gewoon alles maar laten gebeuren. Ja. Ja. Ja, en hoe voelt dat als je dat een beetje toelaat? Alsof je uit een verkramping komt. Precies, precies. Het is geen passieve weerloosheid. Het is de afwezigheid van de innerlijke behoefte je te verdedigen, omdat je weet hebt van je onaantastbare onkwetsbaarheid. Ik wil het nog een keer voorlezen, want het is zo uit de kramp, precies wat je zegt. Het helpt je uit de kramp. Eigenlijk kom je erachter hoezeer je tot nu toe in de kramp hebt gezeten. Hè? En nog wel af en toe. Waarom niet? Het komt gewoon langs, de kramp. Maar wat heerlijk om daar even in te hoeven zitten. Ja, ja. Ik zie je helemaal blij van worden. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft, bedankt.
Dan zitten we dan met onze verdedigingsloosheid. Volledig veilig te zijn. Ik heb het gevoel dat we wel een beetje aan het eind zijn. Nee? Moet er nog? Geen handjes? Ah, daar is nog een vraag. Ja. Dat bij me niet verdedigen, ben ik verstaanbaar? Ja. Oké. Bij me niet verdedigen, dat roept bij mij op van, maar dan moet ik alles maar goed vinden en alles maar toestaan. En dat is een oud stuk, want er werd altijd tegen mij gezegd van, je bent te lief, je bent te zachtaardig. Dat ik me moet verdedigen in de ego-wereld. Ja. Dus dat roept dat bij mij op. Dat is die passieve weerloosheid, hè? Ja. Ik ben te lief, ik laat maar over me heen lopen. Ik ben pas, en nou zegt de cursus dat je dat moet doen. Ja. Nee dus. Oh, zie je het verschil? Ja, ik zie het. Het is geen passieve weerloosheid. Ja. Het is het ten diepste voelen van je onaantastbare onkwetsbaarheid. Het is eigenlijk en waarin jij alles mag zeggen, doen, wat voor jou passend is. Ja. Is dat is een heel niveau. Ander niveau. Ik snap hem. Ja. Ja. Nou, dankjewel dat je dat nog even aanlevert. Want dat is inderdaad, je kunt het al snel gaan opvatten als, ik ben verdedigingsloos. Dus ik mag nergens wat van vinden. Ik moet alles maar goed vinden wat mensen doen. Ik mag mijn eigen voorkeuren niet meer leven. Whatever. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Ja. Ja, dankjewel. Oké. Een vraag. Ik merk dat verdedigingsloosheid mij rust geeft. Rust geeft. In het verleden heb ik altijd heel veel verdedigd. En het geeft mij rust en alsof ik meer mijzelf mag zijn. Ja, mooi hè? Ja. Wat een paradox eigenlijk hè? Ja. Waar je eerst zo verdedigend was en dacht van hier ben ik en ze zullen zien dat ik er ook ben en... Het lijkt alsof je dan heel erg jezelf bent. Ik verdedig me. Maar je zegt eigenlijk van, verdedigingsloosheid geeft rust. En tegelijkertijd meer mezelf. Ja, echt meer mijzelf. Ja, en ja dat klopt ook. Dat verdedigen eigenlijk niet. Nee. Nee, precies. Ja. Precies, dankjewel. Dat is inderdaad de ervaring die ik herken. Dankjewel. Ja. Fijn. Wordt hier gezegd, dat is leven vanuit je ware kracht. En dat werd net ook al gezegd, inderdaad. Ja, dankjewel. Ja. Daar nog een vraag? Ik merk dat ik ga vertalen naar termen die ik makkelijker vind. Maar ik wil even checken of ik het dan wel, of het allemaal klopt. In die verdedigingsloosheid ligt mijn kracht. Ja. Ik denk, ik hou altijd heel erg van de paradox dat je juist door totale kwetsbaarheid te zijn eigenlijk onkwetsbaar bent. Ja, dat is hetzelfde. Ja, dat is inderdaad hetzelfde. Okay. Dat zou ik als hetzelfde zien. Ja. Ja. En dan noem je het in totale kwetsbaarheid. Maar je zou ergens is dat meteen gelieerd voor mij aan het gevoel, ik ben helemaal niet kwetsbaar. Ja, precies. Toch? Ja. Dus dat is hetzelfde. Ja. Dat is eigenlijk dat je doorziet, zodra ik denk dat ik iets moet verdedigen, dat ik iets moet doen, ben ik mezelf aan het aanvallen, ben ik mijn gevoel van onkwetsbaarheid kwijt. Ja. Ja, dus het is helemaal hetzelfde wat je zegt. Okay. Ja, dankjewel. Loop ik wel een beetje te worstelen. Ik snap wel dat als ik boos word of me heel erg ga verdedigen, dat ik dan een les te leren heb, zeg maar. En dus dat, kom aardig wat lessen tegen, zeg maar. Ja. Mijn moeilijkste les vind ik zit met mijn rookverslaving. En dat is, ik zie dat wel als een soort illusie. Hè? Ik zie dat mijn rookverslaving is. En ik denk, het is niet meer, hè? Dus dat moet ik me aan overgeven. Dus moeiteloos. Denk ik, dan blijf ik roken. Nou, dan ga ik misschien wel dood. Ja. Oké, dat is angst. Hè? Dus dat, ik zie al die dingen wel voorbij komen. Wat ik het lastig vind, is dat ik... ik had hem net heel mooi geformuleerd, maar nu ben ik hem weer kwijt natuurlijk.
Maar er zit een soort vernietiging van mezelf achter of zo. En ik voel dat daar iets zit waar ik niet, daar kan ik de les niet van pakken of zo. Hmm. En dus ik heb zoiets van, nou dan blijf ik maar roken, dat is ook prima. En dat Ja, vernietigingsdrang in mezelf. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, elke verslaving is eigenlijk een schuldverslaving. We zijn eigenlijk verslaafd aan schuld. We denken schuldig te zijn. En dat moeten we ergens opplakken. Dus dan gaan we bijvoorbeeld roken en dan kunnen we zeggen, ja, zie je wel, ik rook, dus dat is niet oké. Dus ik ben niet oké. En dan is er dan, vanuit het idee dat je schuldig zou zijn, is er een sterke drang om jezelf te straffen, inderdaad. Uiteindelijk, zonder dat we ons dat echt zijn, om jezelf te vernietigen. Wat natuurlijk niet kan, want je bent niet vernietigbaar. Maar zolang je blijft focussen op het gedrag, wel of niet roken, ga je eigenlijk de vraag uit de weg. Hey, hij doet het. Ja, ik voel me schuldig. Wil ik dat nog langer geloven? Dat ik schuldig zou zijn? Of ik nou wel of niet rook? Wil ik dat nog langer geloven? En daarmee zijn eigenlijk. Dan stop je je aandacht voor het gedrag. Maar ga je inderdaad kijken van waar voel ik me zo schuldig? En ook nog eens heb ik het idee dat ik mezelf moet vernietigen. Nou, als je er zo objectief naar kijkt, zeg je dat is natuurlijk idioot. Waarom zou ik mezelf gaan vernietigen? Ik ben gewoon een heilige schepping van God. En waarom zou ik? Maar er is iets in ons wat denkt het echt verkeerd, echt verbruikt te hebben. Echt verkeerd gedaan. En daar wil de cursus ons bij helpen om te zien, nee, daar hoef je niet in te geloven. Dat mag je echt helemaal aan je innerlijke leraar geven. In de erkenning dat je het gelooft, zeg je, en ik hoef het niet, ik ben bereid het niet langer te geloven, dat ik schuldig zou zijn. En ik stop ermee om mijn gedrag, als het ware, aan mijn gedrag te toetsen of ik nog schuldig ben of niet. Het gedrag, daar kun je altijd wel een schuld in vinden. Ben je gestopt met roken, dan drink je weer te veel, of dan werk je weer te hard, of dan ben je weer niet aardig tegen de mensen. Er is altijd wel wat, hè. Dat is het oppervlaktelaagje. Daaronder zit echt het idee, ik ben schuldig. Überhaupt dat ik hier ben, is al. Kan je daar iets mee? Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. We willen het gewoon lekker niet meer geloven. Toch? Ik ga het proberen. Nou weet je hoeft het niet eens te proberen. Je hoeft alleen maar bereid te zijn. Echt waar. Want anders gaan we het toch weer zelf doen. Je hoeft niks zelf te doen, hebben we net ontdekt. We hoeven niks zelf te doen. We zijn bereid. Bereid te kijken naar wat we geloven. En te zeggen, nee, dit hoef ik niet langer te geloven. Dit is gekte. Dit is gewoon gekte. En het leuke is, als jij dat steeds minder over jezelf gelooft, ga je het ook steeds minder over anderen geloven. Het is gewoon heerlijk. Heerlijk om mensen niet meer te beschuldigen van wat dan ook. Voor jezelf, heel lekker. Ja. En voor die anderen misschien ook. Dankjewel. Dankjewel, Nicolien. Je hebt op het gevaar dat ik hier uit mezelf allemaal dingen ga ze vertellen. Dat ga ik dus niet doen. Maar wel een boel dingen meegegeven om nog eens over te denken. En meer dan dat. Dus dankjewel nogmaals, Nicolien. Wel thuis. En jullie ook allemaal. Wel thuis. Hopelijk tot over een maand. En alle mensen thuis. Kunnen even zwaaien. En Nicolien kan zwaaien. Ja, jullie in de zaal zien dat niet. Maar iedereen zwaait. Kijk, dat heb je Nienke. Dat is Nienke ook. Even kijken hoor. Dank jullie wel voor je aanwezig zijn. En ja, leuk. Dag, tot hoor. De volgende maand. Tot ziens.